Limburg heeft er in één klap 4-sterrenrestaurants bij. En dat is een record. Opvallend is dat 3 van die nieuwe sterrenzaken in Maastricht liggen. Studio kreeg zijn eerste Michelinster. En de restaurants Château Nercan en Auquet de Beaux-Enfants hebben hun ster weer terug. Ook Weert viel in de prijzen. Daar kreeg restaurant Flavors zijn eerste ster. In totaal telt onze provincie nu 15 zaken die door Michelin zijn onderscheiden. De hoofdinspecteur van Michelin, die niet herkenbaar in beeld mag komen, roemt de nieuwe generatie koks in onze regio. Je ziet ook wel de hele dynamiek ook in de regio. Je hebt ook heel veel jonge mensen in de restaurants. Dus het trekt aan. De chefs doen hun best. Je ziet ook in moeilijke tijden dat ze dan toch heel veerkrachtig zijn, heel creatief, om toch hun restaurant goed uit te baten. En dat brengt altijd de kwaliteit naar boven. Met 6 sterrenrestaurants is Maastricht toch wel de culinaire hotspot van Limburg. Nog nooit waren het er zoveel. Chefkok Gilbert van Berg werkte vroeger bij Château Nercan en is nu apetrots op de eerste ster voor zijn eigen restaurant. Studio. Super beste zeeduivel wordt geroemd. Ja, het is een jongensdroom. Ik moet proberen kalm te blijven dan als mensen me dat vragen. Maar ja, tuurlijk wil je dat wel. Ja. En als ze dan vergeet met Centraal 8 geweest of zo, dan denk je, dat zal wel zo zijn. Je wil liefst hier gewoon afdruipen eigenlijk. En dan, begon de moed een beetje te verliezen. Ja. Ik zag het eigenlijk. Echt. Ja, sorry. Ik vind het gewoon... Het is wel wat voor mij, ja. Ja. En toen viel toch je naam, hè? Ja. Ik weet hoe het voelt om kwijt te raken. En nu is het extra fijn om hem ook zelf terug te winnen, op eigen kracht, ja. Ja. Dus een glaas champagne vanavond zitten we. Heel veel.